Goedemiddag allemaal, het is vandaag vrijdag 24 augustus alweer. Het gaat heel snel. Nou, zoals jullie zo kunnen zien, ben ik met de post bezig. Roos ook met de post bezig. En mijn schoonmoeder is mee met Ro. Dus Roos zijn moeder is bij Ro. Gezellig, snap je hem nog? Ja, Ro is zijn wijze moeder. Ja, helemaal gezellig. Maar die zijn dus ook nu lekker aan het lopen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, nou, ik ga nog even een stukje de Arie doen, dan de Hanne doen, en dan de Verdricht, en dan weer de Arie en dan de Verdricht. Wat zie ik eigenlijk? Hier, hele mooie groentes. Ook dit kom ik dus tegen in mijn wijk. Ja, groentes en mooie zonnebloemen die doodhangen, maar oké, maakt niet uit. En dan kom ik ook nog lekker dik tegen. Dat is leuk. Kijk, allemaal kleine visjes. Dat is er eentje, een guppie-duppie. Dat is een guppie-duppie. Een mooie waterlelies ook nog. En daar een hele kleine inimini. Ik probeer even in te zoomen. Zie je het denk ik net niet, maar ik wel. Uitzoomen. Ja, dit komen we dus onder andere allemaal tegen. In mijn wijk heb ik hier nog een klein visje. Drie zelfs, kijk. Het is mooi. Goedenavond allemaal. Het is alweer 6:15. Ja, Roos al eventjes weer aan het... pakketjes wegbrengen. Ja, ik heb mijn telefoon, maar ik heb eventjes mijn oortjes uit. We hebben al gegeten, maar ik ga zo even lekker op bed liggen. Eventjes voorbij kunnen, want ik ben moe, dat kun je ook wel zien. Dat ik moe ben. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik ga sowieso voor jullie morgen eventjes een extra vlogje opnemen voor de bijkantcorrectie. Ja, er zijn weer het een en ander weer nieuwe dingetjes bijgekomen. Dus ja. Die moet sowieso even morgen even opgenomen worden. Dus dat ga ik morgen sowieso doen. En dan ga ik zo even lekker op bed hangen, liggen, luieren. En dan even met Roderick aan de telefoon. En dan even kijken of ik misschien kan helpen. Misschien ook lekker met hem in mijn oren in slaap vallen. Dat is ook leuk. Dat is ook al vaak voorgekomen. En dan hoor ik hem wel een beetje op de achtergrond. Maar dan ben ik te moe om te reageren. Dus dat weet hij van me. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ja, ik ga nu even liggen en dan... ja, kijk ik eventjes hoe laat het wordt. Zo, goedenavond. Het is nu net 9:55. Ik ben eigenlijk net een kwartiertje wakker of zo. Ik had het even nodig. Ik ben weer even mijn moeder aan het helpen in de pc. Kijk, ik ben er even aan het helpen. Ja, joepie. En het regent, het onweert. En ze zijn dus nu vuurwerk aan het afsteken. Mag dat? Nee. Het lijkt heel erg licht, ja dat klopt, want als ik deze uit doe, dan zien jullie mij amper. Het is leuk. Heb ik die ook nog even aan, maar die kan ik op zich wel uitdoen. Ik ben hier bezig. Dus ja, even wachten op Ro dat hij hier al thuis is en dan eventjes hem ook even verwelkomen. Dus daar ga ik nog even op wachten. Dat is ongeveer een half uurtje, drie kwartier. Want hij is nu net op de site, op het depot aangekomen van het pakketjes rijden. En dan rond 10:30, 10:45 is hij wel thuis. Ja, dan is hij wel thuis. Dan gaat hij even een rondje uitlaten. Ja, komt helemaal goed. Dus daar ga ik even op wachten op mijn mannetje.